De leer Jezus offer laat jouw waarde zien, dat dat heel gevaarlijk is. Want het grote gevaar van het gaan denken dat jij het kruis waard bent, is dat je gaat vinden dat jij Jezus offer waard bent. En daarmee dus dat jij net zoveel waard bent als God. Je kan gaan denken dat jij het verdient dat hij dit geeft, want ik ben het waard. Nee, dat is niet waar. Een uitspraak die je steeds meer hoort in de kerk, die je online ook steeds meer kan vinden. Is dat Jezus offer laat zien hoeveel jij waard bent? Maar is dat Bijbels denken over hoeveel jij waard bent en over Jezus offer? Derrickprince.nl zegt bijvoorbeeld: Je bent zoveel waard als God bereid was voor je te betalen. Wat heeft God voor je betaald? Zeg het maar hardop tegen jezelf: Het bloed van Jezus. En dat kan je in bron 1 vinden. Wat dit onderwijst is dat je je eigen waarde moet aflezen aan Jezus offer. En hoe groot zijn offer was, is hoe groot jouw eigen waarde moet zijn. En doordat hij zijn leven gaf, weet jij dat jouw eigen waarde heel groot moet zijn, omdat Jezus offer heel groot is. En de vraag is of dit bijbels denken is over Jezus offer ten eerste, en ten tweede bijbels denken is over onze waarde als mensen. We moeten in alles gevormd worden door wat Gods Woord zegt, niet door wat de wereld, mensen of zelfs ook de kerk zegt. Johannes 17,17 17 zegt niet voor niets, heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. In de Hebreeënbrief wordt er duidelijk geschreven over Jezus offer. En zeker ook in Hebreeën hoofdstuk 9, vanaf vers 11 staat er, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen is gemaakt dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nou, wat belangrijk is, is dat de Hebreeënbrief gaat over christenen die terug wilden gaan naar het, het Jodendom en dat dit laat zien hoeveel beter Jezus offer is, hoeveel groter zijn offer is. En hij is door zijn eigen bloed is hij binnengegaan, staat er in vers 12, en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. En hij heeft ons met zijn bloed geheiligd, en hij heeft zelfs ons geweten gereinigd van dode werken, staat er in de Hebreeënbrief. Dus Jezus' offer was zijn bloed, was zijn leven, om ons te reinigen, om ons heilig te maken, om ons bij God te brengen. En dat is dus nogal een offer, het is gigantisch groot. Zeker als je bedenkt dat God hiermee maximaal gaf. Want God gaf zichzelf. Er is niks meer dat God kon geven. Want hij gaf zichzelf. Maar de vraag, zeg, de vraag is dan of dit zegt hoeveel wij waard zijn, of dat dit iets anders zegt. Jezus offer had namelijk een belangrijk doel, dat is eeuwige verlossing. In Johannes 3:16 zien we dat God Zijn Zoon gaf, zodat wij niet verloren zouden gaan. Niet zodat wij onze eigen waarden zouden inzien, maar zodat wij niet verloren zouden gaan. Gods doel was de eeuwigheid voor ons bij Hem. Maar er was een probleem dat werd opgelost door Jezus offer aan het kruis. Petrus schrijft over dat probleem in 1 Petrus hoofdstuk 3. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Want hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Het probleem wat Jezus opkwam lossen was niet onze eigen waarde. Was niet onze pijn en verdriet op aarde of de dingen die ons aangedaan zijn. Het probleem was en is zonde. Romeinen 3:23 leert ook dat allen gezondigd hebben. En dat is een citaat vanuit het Oude Testament waardoor de hele Bijbel dat zegt. Zonden in de brief van Petrus 1 Petrus 3 wat we gelezen hebben is het woord hamartia en dat kan je in bron 2 vinden van de video wat het idee heeft van het doel missen, afdwalen van Gods wet en Gods wet overtreden. Dat is het probleem dat Jezus opkwam lossen. Dat wij dat doen. En Romeinen 6, 23 laat ons zien dat het loon van de zonde de dood is. En door het hele woord wordt duidelijk dat de straf voor de zonde de dood is. Waarmee de zonde dus ook iets heel heftigs is. En Jezus' offer was erop gericht om daar iets aan te doen. Aan die heftige situatie. Namelijk dat wij gescheiden zijn van God van Gods goedheid, van Gods genade, door onze zonde en dat wij door onze zonde de doodstraf verdienen. Een prijs die wij eigenlijk zelf hadden moeten betalen, is door Jezus betaald. En dat is wat Jezus offer is, dat is wat hij kwam doen. Hij droeg de straf die wij verdienen, zodat wij nu voor eeuwig vergeven kunnen zijn. Dat is de genade die hij geeft en dat is waaruit dus ook zijn liefde te zien is. Jezus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren, zoals Romeinen 5,8 dat zegt. En dat is het gigantische cadeau dat Jezus laat zien. Dus wat laat het kruis ons dan zien? Nou, het laat ons ten eerste Gods liefde zien. In de Romeinenbrief, zoals ik net ook al aanhaalde, staat er in Romeinen 5, vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus het kruis laat ons ten eerste Gods liefde zien, niet onze waarde, maar Gods liefde. En het woord voor liefde hier is het woord Agape, dat kan je in bron 3 vinden. En dit is een onvoorwaardelijke liefde die niet gebaseerd is op gevoel, maar juist gebaseerd is op een keuze. Want toen Jezus aan het kruis hing en daar vol pijn hing en, en meer pijn doorstond dan dat wij doorhebben, zal zijn gevoel niet per se liefde geweest zijn maar hij koos voor liefde Gods liefde voor jou is zo groot dat hij zijn zoon dus al gaf voor jou terwijl jij zondigde terwijl ik zondigde En er was niks aan jou u of mij dat dat offer verdiende Niks aan ons is goed genoeg om Jezus offer te verdienen om Gods liefde te verdienen het is zijn keuze gebaseerd op wie hij is. En dat moeten we ons heel erg goed beseffen. God is ons niks verschuldigd. Hij is liefde omdat hij liefde is. Hij toont ons liefde omdat hij liefde is. Niet omdat wij dat verdienen. Dus het kruis laat ons ten eerste Gods liefde zien. Maar het kruis laat ons ook ten tweede de hoge prijs voor zonde zien. In Leviticus, het derde boek van de Bijbel. Wordt het fundament gelegd voor hoe wij naar zonde horen te kijken en herstel van zonde? En in Leviticus 17, 11 staat het volgende: Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik, zegt God, heb dat zelf voor u op het altaar gegeven. om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Nou, God stelt in Leviticus de wet in. En hij legt uit hoe de mens heilig kan worden, heilig kan leven en weer terug kan komen bij hem. Maar wat we net gelezen hebben, Leviticus 17, 11, is fundamenteel voor Jezus' offer aan het kruis. Want er moest bloed vloeien, een leven moest gegeven worden. om de verzoening van zonde te bewerken. En Jezus' offer is de vervulling hiervan. Maar wat we zien hier is dat is dat God laat zien hoe serieus zonde voor hem is en hoe hoog de prijs is die er voor de zonde betaald moet worden. Hij laat zien dat zonde niet grappig is en dat de prijs die betaald moet worden voor de zonde al helemaal hoog is. Er is dood, er is een leven nodig om de prijs voor de zonde te, bepalen, of te be betalen. En dit is ook wat het offersysteem moest doen voor Israël. Ze moesten de optie hebben om te betalen voor hun zonde. En Jezus is het lam van God, zoals Johannes 1 dat omschrijft, op basis van dit offersysteem, op basis van hoe erg zonde is in Gods ogen. En Jezus, offer aan het kruis, is die verzoening, is de betaling van de prijs voor zonde. Zo serieus neemt God zonde dus. En daar moeten we ons dus echt, dat moeten we ons goed realiseren als christenen. Wij hebben het Joodse offersysteem niet meer, maar de prijs voor zonde is niet veranderd. Jouw, uw en mijn zonde heeft een zeer hoge prijs, namelijk het kost een leven. En je bent niet zomaar vergeven en genade is niet gratis. Als in, we mogen genade gratis ontvangen. Maar de kosten van Gods genade zijn Jezus offer. Dus, het kruis laat ons zien hoeveel God van ons houdt, maar ook hoe hoog de prijs van de zonde is. Dus wat zegt dit dan over mijn waarde? Nou eigenlijk niet zo heel veel, want dat wordt niet genoemd. Ja, Gods liefde is zo groot dat Hij zijn offer gaf, zijn zoon gaf voor ons, maar nergens in het woord lezen we dat het offer van Jezus laat zien hoeveel wij waard zijn. Het offer van Jezus zegt vooral heel veel over de prijs van zonde en de grootte van zijn liefde. Want iedereen in het woord die goddelijk leefde, of die een juist besef van God en van zonde had, realiseerde zich wat David schreef in Psalm 51, vers 6. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Dit is hoe David zijn zonde zag nadat hij bij Bathseba was gekomen, zoals ook eerder in deze psalm staat. En David had overspel gepleegd, hij had Uriah, de man van Bathseba, vermoord, en hij had dus letterlijk Gods wet op meerdere manieren overtreden. Hij had tegen zijn gezin gezondigd, hij had tegen Israël gezondigd, tegen Bathseba, tegen Uriah. Tegen zoveel mensen. Maar toch zegt hij tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En dat is het perspectief op zonde dat we moeten hebben. Zonde is uiteindelijk alleen tegen God. En daar is waar het herstel moet plaatsvinden. Bij God, met God. Dat is wat Jezus aan het kruis deed. Dat is wat de prijs aan het kruis laat zien dat Jezus de prijs voor mijn zonde betaalde. Herstel en vergeving door iemand die perfect geleefd heeft, dat is wat het kruis laat zien. En door het kruis zien we dus hoe serieus God zonde neemt. Het zegt niet hoeveel ik waard ben, het zegt hoe groot zijn liefde is. En hij houdt van ons is tegelijk, en is tegelijk perfect en rechtvaardig. En in zijn rechtvaardige liefde kan hij zonde niet door de vingers zien. Maar wil hij ook niet dat hij ons moet straffen? God zegt in Ezekiel hoofdstuk 33: Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere: Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? God wil dat ieder mens zich bekeert. En Hij wil niet dat hij ons moet straffen. Dat is hoe groot zijn liefde is. Dat ondanks dat wij die straf verdienen, Hij ons toch tot bekering wil zien komen. Dus wat is jouw waarde? Dat God van jou houdt. Daarin is jouw waarde te vinden. Dat God wil dat jij je bekeert. Niet in iets wat jij zelf kan regelen of wat jij zelf kan doen. Nee, jouw waarde zit in dat God van jou houdt. Nergens in het woord wordt uitgelegd. Dat het kruis onze waarde laat zien. Het kruis zegt juist meer over God en over onze zonde dan dat het over ons zegt. Dus door het kruis zien we onze eigen zondigheid, onze schuld en onze noodzaak voor een redder, namelijk voor Jezus Christus. Maar het zegt niet dat Jezus onze waarde laat zien door ons aan het kruis te laten sterven. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat de leer Jezus offer laat jouw waarde zien. Dat dat heel gevaarlijk is. Want het grote gevaar van het gaan denken dat jij het kruis waard bent. is dat je gaat vinden dat jij Jezus offerwaard bent. En daarmee dus dat jij net zoveel waard bent als God. Je kan gaan denken dat jij het verdient dat hij dit geeft, want ik ben het waard. Nee, dat is niet waar. Het woord leert ons iets heel anders. Bijvoorbeeld in de Efezebrief, waar Paulus in Efeze hoofdstuk 2, vers 8 en 9 iets heel erg. Belangrijks leert over redding. Hij zegt, want uit genade bent u zalig geworden, niet uit wat u verdient. Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. In de Hebreeënbrief, in Hebreeën 4, staat het volgende ook over God en over zijn troon. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de Genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en geholpen worden. Of wij genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het is genade, zegt het woord van God, dat wij gered worden. Het is genade dat wij Jezus offer krijgen. Het is genade dat God dit überhaupt geeft, want we verdienen het niet. Dat is juist wat genade is. Je krijgt iets wat je niet verdient. We hebben er geen recht op en het gevaar van Jezus offer zien. Als, ja, als een bewijs van jouw waarde is dat jij gaat denken dat jij recht hebt op dingen. In de plaats van dat je ziet dat je nergens recht op hebt. Hoe meer wij gaan denken dat wij Jezus offer waard zijn, hoe meer wij redding niet langer als genade zien. Het is niet bijbels om te denken over redding als iets dat je verdient. We moeten juist bijbels denken over alles. En het Bijbels denken over redding is dat het uit genade is, iets dat wij niet verdienen. Laten we dus zien wat het kruis ons wel laat zien. Het laat ons Gods liefde en Gods genade zien. Het laat ons zien hoe serieus God zonde neemt. En dat zijn zaken die we nodig hebben om in te zien. En zonder dat inzien zullen we niet compleet afhankelijk van God leven, want dan hebben we opeens recht op dingen en zijn we goed genoeg. En moet God mij iets geven, want ik heb, want ik ben, of wat we dan ook denken. En dit levert een verkeerd Godsbeeld en een verkeerd zelfbeeld op. Dus laten we Bijbels denken over het kruis, Bijbels denken over Jezus offer en over de waarde van het kruis. Laat Gods woord bepalen hoe jij jezelf ziet, hoe jij zonde ziet. Laat Gods woord leidend zijn in alles dat je denkt. Het kruis laat Gods liefde en Gods genade zien hoe serieus zonde is. Redding is uit genade, niet uit wat jij verdient. Laten we zo denken in de plaats van op een andere manier over Jezus offer, want dat maakt Jezus offer te klein en ons te groot. Als je de video's goed en bijbelgetrouw vindt, klik dan op de like en de subscribe knop, dat helpt. Vertel anderen ook over dit kanaal, maar laat het vooral zo zijn dat jij en de broeders en zusters om je heen meer bijbels gaan denken. Meer bijbels gaan inzien hoe God wil dat we denken. Want bijbels denken over de waarde van het kruis is ontzettend belangrijk.